Kom maar. Goedemiddag. Het dak dicht, dat kunt u waarschijnlijk nog net meekrijgen. Vanuit die fraaie camerapositie. En dat betekent dat de temperatuur hier aangenaam is. Aangenaam om te kijken en ook aangenaam om te spelen. Echt zo'n temperatuur waarvan je zegt, waar is die eigenlijk? Onana is de doelman. Viergever, Weber, De Ligt en Veldman. De Ligt moet een beetje uitkijken. Staat om Scherp, Ziyech, Schöne. En daar is de basisplaats voor Siem de Jong. Zoals dat voorin ook het geval is voor Dolberg. Die geflankeerd wordt door Younes en Neres. En Utrecht heeft over de namen misschien niet zo geheimzinnig gedaan. Speciale dag natuurlijk voor Urbi Emanuelsson. Tussen 2005 en 2010 speelde hij. Neefje van Urbi Emanuelsson die de bal bijna 1300 keer wist hoog te houden, bemoeit zich nu met de tos. Hij wordt nu door Kuipers eruit gestuurd, maar wel heel vriendelijk. Jensen de doelman. En dan Emanuelsson en Kleiber, de buitenste. Drie centrale mensen van de Marel, Jansen. Onder andere dan twee man voorin, Labiat en Kerk. Met Ayoub en Van der Streek als buitenste middenvelders. Strieder als controleur. En dan meld ik u nog niet Lewin. Dat is ook een van de drie centrale mensen bij Utrecht. Dat een beetje naar verwachting zal spelen met drie man centraal dus. Labiat en Kerk voorin. Het is aan Ajax om aan een en ander een oplossing te vinden. Ze houden nog heel even Ayoub in beeld. Die heeft in de jeugd hier bij Ajax gespeeld. Lewin is de man die als eerste voor Utrecht de bal wegkopt. Dat doet Ayoub dan ook nog een keer. En dan wordt Neres de voet dwars gezet door Lewin. En is hier Strieder. Van Strieder naar Van der Marel, die meteen in de diepte zoekt bij de snelle Kerk. Die ook, nou, vrije doortocht. Ja, dat heeft hij eigenlijk wel. Binnen een halve minuut moet Weber handelend optreden. Geweldige paas van achteruit van Van der Marel. En dan is Weber in eerste instantie geklopt door de snelle Kerk. Maar kan hij het herstellen? Eerste waarschuwing van Utrecht. Wordt ook nog feilloos, bijna feilloos ingekopt door Lewin. En dan gaat het uiteindelijk achter. Onana. Twee keer is Utrecht dicht bij een treffer. Binnen de minuut. En dan staan daar deze cijfers, maar het begin is voor Utrecht. Onana, Ayoub. Ayoub voorkomt dat Dolberg bereikt wordt.
Kuipers fluit in het voordeel van Utrecht. Wachtte even het voordeel af dat hij niet kwam. Ajax met rouwbanden. Heb u dat nog vergeten te melden? Yakubu. Zijn veel te vroeg overlijden. Een mooie doek. Opgehangen ter nagedachtenis aan hem. Slecht veld, dat is het ook. En een slecht begin van Ajax en een uitstekende start van Utrecht. Ajax moet daar toch even van bekomen. Utrecht dat ook fel en vooruit druk zet. Met inderdaad Labiat en Kerk als voorste. Van de Streek daar vlakbij. Die ook nu gaat. Ayoub heeft dat gezien. Van de Streek. Het kan hier gerepareerd worden door Viergever. Maar die dan vervolgens Younes niet bereikt. Neres. Lewin daar weer tussen. Utrecht veel verder dan Ajax in de prille beginfase. Dolberg. Uiteindelijk de bal bij De Jong. De eerste keer dat Ajax zich voorin meldt. En net op het moment dat hij wil schieten, stuit de bal een beetje op voor Siem de Jong. Zij dus basisklanten vandaag, Dolberg en De Jong, boven Huntelaar en Van de Beek. Van de 16 aan 1 van zijn verdedigers kwijt. Maar daar heeft Utrecht ook zijn mannetjes neergezet. Dus, na lang aarzelen, dan toch maar diep. Moet je zorgen dat je de bal die daarvan afvalt, voor je rekening neemt. Dat leek te lukken, maar Ziyech is hem kwijt. En daarachter komt Kerk voor de tweede keer. En nu kan hij nog uithalen ook of afgeven aan Utrecht op voorsprong. Ja, dan toch. Labiat schiet hem eerst op de paal. Maar in de zesde minuut leidt Utrecht en onverwacht komt het niet. Prachtig en snel uitgespeeld. Ziyech balverlies. Geen buitenspel. Kerk is daar uit de rug van de lichtweg en heeft dan het overzicht. En Labiat. Met een prachtige assist op zichzelf, zullen we maar zeggen. Kerk is daar vrij. En in plaats van zelf te schieten houdt hij het overzicht. Sluitsignaal ook nog een keer behoorlijk fel trouwens. Of valt dat wel mee? Eerst dit, maar dit is na het fluitsignaal. En dat laat Kuipers gaan. Dat is merkwaardig. Kuipers had al gefloten. Maar ja. Dat zat toch zo'n beetje tegen de knie aan wat Lewin daar deed. Neres.
werd daar niet onaardig aangespeeld. En dan moet Emanuelsson voor het eerst eigenlijk verdedigend handelen. De hoekschop van Ajax is van Ziyech. Kerk. Moet nu nog een hele hand, maar hij heeft veel kompanen die er zin in hebben. En die allemaal mee naar voren rennen. In afwachting wat Kerk ermee doet, maar die verspeelt de bal uiteindelijk. En daar is Younes. Eigenlijk voor de eerste keer. Hij moest terug. Viergever. De Ligt. Neres. Bal goed doorgeschoven op Ziyech. Die heeft ruzie met de bal. En ook met Ayoub. En Kuipers vindt dat allemaal maar niks. Dat levert hem een hoop gefluit op. Maar hij heeft de bal snel terug. Hier is Ziyech. Lubbe. De Jong bereikt Younes niet. Janssen. Nee. Okay, de bal is blijkbaar binnengebleven. Maar die assistent staat helemaal niet op de zijlijn. Die staat daar een meter achter de zijlijn te vlaggen. Die neemt een eigen parcours daar, die man. Die neemt een metertje. Wellicht dat dat toch scheelt in de waarneming. Doorpasen zat Ayoub ertussen. Emanuelsson, een felle tackle, maar de Jong wint dat dan toch. Neres. Neres krijgt de bal nog een keer terug. Dolberg, het lichaam er goed tussen. Dat levert in ieder geval een schot op. En dat schot levert dan weer applaus op, maar geen problemen voor Jens. Het gaat allemaal nog niet bepaald gestroomlijnd bij Ajax. Maar als het niet gaat zoals het moet, dan maar andersom. Dolberg kwam uiteindelijk tot een schot. Ziyech. Veldman. Schöne. Wat is je daar goed tussendoor gegeven? Younes. Druk wordt nu toch wat groter van Ajax. Younes. Schöne. Komt niet op een schot. Dan kan Utrecht weer uitwaaieren. Kerk, dit keer de voet was gezet door Weber. Die hem hier in
combinatie met Younes ook aardig meeneemt. Voorzet daarentegen matig kan worden verdedigd door Van der Marel. Goede beweging om Kleiber heen. Voorzet is beduidend minder. Emanuelsson. Labiat. Weet, waant daar Kerk. Dan heeft het wel zin om dat zo te proberen. Weer voorbij Kleiber. Rost. Want iets anders is het niet voor de maal op de bal over de achterlijn. Ging wel omhoog. Ja, de paas van Strieder en dan lijkt het dus buitenspel. Sterker nog, deze beelden tonen aan dat het dat is. Maar goed. Heeft Ajax niet ooit in een grijs verleden een buitenspeldoelpunt gemaakt in een bekerwedstrijd tegen Utrecht? Hier was het allemaal wat minder scherp te constateren. Dingel. Siem. Kuipers heeft toch niet echt aangegeven waar hij nou heen wees. Dan laat het allemaal maar gaan. Ja, wijst nu aan bij de Jong dat hij hands maakt. Paas van Weber. Die kan Emanuelsson zomaar laten gaan. Kwartier gespeeld. Het eerste gedeelte daarvan was overrompelend van de kant van FC Utrecht. Ajax geen antwoord op. Treffer geïncasseerd van Labiat. Die eerst op de paal schoot. Aangeven van Kerk. We weten nu, we zagen dat vanuit buitenspelpositie gebeurde. Paas van Stuur. En dat is natuurlijk pech. Voor Ajax, maar qua spelbeeld kan de treffer niet uit de lucht vallen. Ajax probeert dat nu te corrigeren. Goede paas van Schöne en het is weer buitenspel voor Younes.
Dat is goed gedaan van Dolberg. En weer een hoekschop. Ziyech probeerde Dolberg weer aan te spelen. Dat werd dan verhinderd. De Schöne die zich gemeld heeft om die hoekschop te nemen. De man als Beuber een 4 geven. En Jens is man die bal wegstopt. Veldman. De vlag ging omhoog omdat Dolberg daar in buitenspelpositie een speler van Utrecht nog tegenhield. Maar Utrecht blijft in balbezit. Dus mag verder. Ayoub. Schöne. Neres. Ziyech. Neres. Neres. Over de knie bij Jansen. En die gaat een kaart ontvangen. Geel voor de aanvoerder van Utrecht. En het gefluit van de Ajax-fans geeft aan dat ze die kaart liever in een andere kleur hadden gezien. Ziyech. Het is ook wel tamelijk wild zoals Jansen voorbij komt. Maar nog helemaal doorgebroken achter Kuipers blijkbaar Neres niet. En houdt het daarom bij geel. Hij geeft nu met de rechterarm aan. Maakt hij zo'n armbeweging van de arm omhoog. Dat neem ik aan dat hij erop duidt dat hij daar voor fluit. Dat de bal op die manier tegen aangeschoten wordt. Schöne en of Ziyech hebben natuurlijk andere plannen. Maar het wordt wel in de muur. Schöne. Schöne heeft ze wel eens beter geschoten tegen Utrecht. Goed van Ziyech. Neres tussen drie spelers van Utrecht in. En die is het nu allemaal kwijt. Dat is goed. Dan moet dat ook voordeel opleveren. Maar hij krijgt de bal weliswaar bij de Jong. Maar daar blijft het bij. Dan wordt Emanuelsson even aangetikt. Krijgt Utrecht een vrije trap. Goede individuele actie van David Neres. Dat zijn er toch even twee tegelijk daar. De derde had hij al afgeschud. Helaas voor Ajax is dat het vervolg mager. Jans. Kerk buitenspel. Toch nog even doorgaan bij Onana. Die dan vervolgens lelijk wegkomt. Er is al gevlacht, er is inmiddels ook al gefloten. Maar Kerk kan hier eigenlijk ook niet zoveel aan doen. Het is Onana die in zijn enthousiasme de bal daar nog wegkomt. Terwijl het allemaal helemaal niet meer nodig was. En daar lelijk, denk ik, ook met het hoofd op de grond terechtkomt. Dus gaat Kostas Lamprou zich gereed maken. Tweede doelman Benjamin van Leer is op de weg terug, maar nog niet wedstrijdfit. Het lijkt erop dat Onana toch wel verder kan. In ieder geval wil. Pijn aan de schouder dan het hoofd. Maar hij lijkt verder te kunnen. Zo, man. De licht.
Zie je. De Jong. Younes. Dit keer geen buitenspel. Viergever toch vrij gemakkelijk verdedigd door Van der Marel. Leiber. Een mooie strakke paas van Zier. Neres. Neres 1 tegen 1. Nou ja, zo meer. Of meer was dat het geval, maar hij geeft de bal diep richting De Jong. Jansen kan ingaan. Younes, opgeroepen voor de twee vriendschappelijke wedstrijden die Duitsland gaat spelen. Younes. Vrij trap al genomen. Veldman. Schöne. De Jong. Dolberg. Dan net weer terug op het moment dat Ajax vooruit aan het combineren was. Ayoub houdt de bal binnen. Labiat mag verder. Op aangeven van Van der Streek. Het is van even geleden, maar daar is Utrecht toch weer met aardig wat mens. Wordt Kerk nu verdedigd door De Jong. Staat Kerk nu tegenover Weuber. Eerst terug naar Emanuelsson en weer Labiat. Schöne. Dolberg gezien, gevonden, maar die kan slechts doorkoppen. Jansen dan verder terug. Naar Jens. Younes. Viergever doorgelopen, maar niet bereikt. Weber ertussen. En dan is Ziyech de bal kwijt en kan Kerk aan de rechterkant. Leiber. Kerk buitenspel. Dat doet er niet toe. Het ingreep is goed. Het publiek wil dat Ajax sneller naar voren gaat. Maar ook al gaat het langzaam en bedachtzaam, dan gaat het toch nog mis. Utrecht heeft het goed voor elkaar. Buitenspel voor Van der Streek. Daar liggen de ruimtes, heeft Ten Hag aangegeven voor de wedstrijd. En die liggen er ook. En Utrecht heeft er met name in de beginfase een paar keer behoorlijk doorheen geprikt en gestoken zelfs. Laat de treffer weten we nu dan afgekeurd moeten worden. In die fase was Utrecht razend gevaarlijk. Dat is weliswaar wat minder. Maar je hebt toch weliswaar met het beeld dat Ajax de bal heeft niet het gevoel dat de Amsterdammers de wedstrijd ook onder controle hebben. Nee.
Utrecht staat achterin. En op het middenveld zonder problemen. En loert op de mogelijkheden. Om snel richting Onana te gaan. Die geeft van Lewin. Die overigens wel helemaal in het begin van de wedstrijd ontsnapte. Met die tweede tackle op Schöne. Labiat. Schöne. Een overtreding van Labiat. Die daar ook geel voor krijgt. En dat betekent voor hem ook rust. Volgende wedstrijd, want het is zijn vijfde. Onnodig. Ziyech. Neres. Schöne. Goed weggedraaid van der Streek. Schöne. Het was in ieder geval een goede individuele actie van Lasse Schöne. De licht. Vierger. Beweging bij Younes. Ziyech. Daarachter is De Jong. En dan van dichtbij. Probeerde Neres wat te doen. Geen buitenspel. Van Neres verdedigd door Van der Maan. Schöne. Hoekschop. Half uur gespeeld. Hoekschop van Ziyech. Daar dreigde Dolberg. Maar hij raakt de bal totaal verkeerd. Hij schoudert hem naast. Onana weer gedwongen om de lange bal te spelen, waar Dolberg nog wel even aan zit. En een schöne overtreding maakt op Ayoub. Lewin. En Manuelsen. Wel goed doorgespeeld op Labiat. Maar wel, soms daar een beetje te laks. De rest ertussen. Maar dan is Kleiber naar binnen gekomen om Ziyech het doorspelen te beletten.
En is Utrecht hier via diezelfde Kluiber op weg om weer gevaarlijk te worden. Maar Weber zit er dan goed tussen. Kerk was daarachter. Dan zit Van der Streek weer voor de poging van de licht. En is Neres hier Leeuwin te snel af. Maar kan Jansen dat corrigeren? Uiteindelijk via Ziyech, de licht en Weber. Een viergever. Mag Ajax het weer proberen in de richting van Jens. Het is voor ons nog veel zoeken. En heel weinig vinden. Jongens die de bal niet binnenhaalt. Ajoep terug op Jens. Dolberg. Schöne, Ziyech. Vierge. Snel gegeven. Leeuwin. Laat hem van het hoofd af schuideren. Komt bij Neres terecht. Een aardig balletje voor Jensen. En daar de rebound voor de Jong. Nee. De Kuipers heeft gefloot. Overtreding. Van viergever. Valt wel wat voor te zeggen. Draait het lichaam erin bij de doelman. Die daarom de bal niet kan vasthouden. Midline duel. Assistent die het niet wist. Vlag even heen en weer liet lopen. Schöne houdt te lang vast. Te lang. Krijgt nu ook geel. Dat begint hier. Eindigt dus met geel. Verdedigen van Schöne. Een beetje ruimte voor Neres, maar het is allemaal op eigen helft. Komt er dan tussen Ajoep en Emanuelsson ook niet uit. Hier is Ajoep, die alle tijd krijgt om het juiste paasje te geven. Vervolgens Kluiber die Kerk zoekt. Telkens weer wordt Onana gedwongen om een lange bal te spelen. Probeer het even hier naar de licht, maar die moet dan weer terug naar zijn doelman. Jans. Weber. Neemt geen risico's.
misschien wat makkelijk. Maar met Ziyech in de rug. Vond Van der Marel het verstandig om de bal maar over de achterlijn te schieten. Waardoor Ajax een hoekschop krijgt te nemen. Het is uit hoekschoppen vandaag nou niet bepaald razend gevaarlijk geweest. Dolberg had de kopgelegenheid, maar die kreeg de bal op de schouder. Deze is voor Jensen, wilde ik zeggen, maar dat dacht Jensen waarschijnlijk ook. Maar hij komt ermee weg, want niemand anders daar achter kan, ook bij die bal. Missen van Jensen. Dolberg kon er niks mee. Het uitstekend doen hier in de arena. Komt zelden of nooit in de problemen. Die is aan de bal. Niet meer zo dreigend als aan het begin. Maar toch. Beuber moet overtreding maken. Op Kerk. Utrecht neemt tijd en dat vind ik de supporters hier in de arena niet zo heel erg goed idee. 5 minuten voor rust. Beuber haalde die bal daar weg, maar niet echt lekker. Die Jansen kan hem nog een keer inzetten. De Jong. Younes. Utrecht weer door hier via Strieder. Zo'n moment waarop Ajax druk zou kunnen zetten naar Neres. Haalt er daar in zijn eentje een hoekschop uit. Maar was in principe daar als enige die druk zette toch kansloos. Maar omdat Strieder slordig is, wordt het dit nog. Ziyech. Jensen. En 2 vuisten. Veldman. En daar is de 1-1. Het is Viergever die daar wel het laatste tikje geeft op het moment dat Ajax dat wel heel erg goed kan gebruiken. Het loopt stroef. Maar hier van achteruit Veldman. En dan wordt de bal uitstekend doorgekopt door de licht. Het is het, nou ja, niet het centrale duo achterin, maar de verdedigers zorgen voor de gelijkmaker. De licht, Viergever, Veldman. En in de juiste volgorde, Veldman, de licht, Viergever. De Jong Neres.
met Ayoub in de rug. Met Ayoub aan de bal. Altijd twee man bij Neres. Soms wel drie. En soms is hij ze ook allemaal de baas. Nu niet. De Jong. Hier is ruimte voor Neres. Neres. Maar wie komt tot een schot? Bal ging voorbij aan Dolberg en uiteindelijk ook voorbij aan De Jong. Dat had een schietkans moeten opleveren voor Ajax. Dat werd het niet en er is nu weer ruimte voor Utrecht. Toch boeiende wedstrijd. Van de Streek. Van de Streek niet aangepakt. Younes. Nu is er ruimte. Younes. Voor het doel, Dolberg. Daarachter De Jong. Maar dit is een hele slechte oplossing van Ziyech. Buitenspel. Die zit er al de hele wedstrijd. Voor de wedstrijd trouwens ook al. Er moet daar enorm vruchtbare grond voor hem zijn. Hij laat zich niet storen. Is midden op het veld. Hè? Op de helft van waar Utrecht verdedigt. Daar. Onverstoorbaar. Kijken naar Ziyech, voorbij aan beide aanvallers van Ajax. Eerst Dolberg, dan De Jong. Konden er beide niet bij. Aangeven van Ziyech. Na de stuit is ook De Jong kansloos. Voor de stuit miste Dolberg. Dolberg, omdat Ayoub in de fout gaat. Dolberg, daar kan hij in 1-1 situaties, weten we uit het verleden, mooie dingen doen. Maar nu gaat het allemaal veel moeizamer. En dan speelt hij de bal ook te laat aan op Schöne en die kan er dan ook niet zoveel mee. 1 minuut extra. Vier geven. Younes. Weer 4 geven. Makkelijk weg te halen voor Jans. Kerk. 4 geven. Weber. Vier geven nog gecomplimenteerd door Marcel Keizer. Terwijl nu de licht de duif omver knalde en Neres Jens op de proef stelt. Of viergever niet een nieuw contract moest krijgen bij Ajax. Ja, zei Marcel Keizer eerst enthousiast, maar dat moest dan toch via Overmars. Nou, hij is in ieder geval de boel rechtgetrokken. Viergever op aangeven van de licht. Nadat Utrecht uit de startblokken schoot. En uiteindelijk via Labiat. Buitenspel, dat wel. Van Kerk, maar uiteindelijk via Labiat snel op voorsprong kwam. Halverwege is het dus in een boeiende wedstrijd tussen Ajax en Utrecht 1-1. Come on, come on.
Kom aan. Dat is niet gelukt, kan ik u meenemen. Viergever. Hij deed het vaker. Vorig seizoen. Ook in Europese landen. De mouw opgestropen. En Ajax over een dood punt heen helpen. Of dat ook daadwerkelijk het geval is, zal blijken in de komende ruim 45 minuten. Geen wissels. Maar bij de kanten niet. Ajoep die de bal niet goed raakt. Dolberg die er vol van gaat, maar Leeuwin kan dat corrigeren. En de bal verder weggehaald door Van der Marel. Jansen. Zie je, die probeert daar voor te kruipen bij Strieder. En weer Lewin van de streek. Toch zie je, even vastgehouden. En uiteindelijk wordt dat dan afgefloten. En zie je, blijft met pijn liggen. Naar bezoek van de rechterarm van Kerk. Wordt door de doelman Onana weer overeind gehouden. Wat onhandig gefladder van Kerk, zullen we maar zeggen. Dolberg ligt, het spel gaat verder. Ajax zal toch dit soort duels of moeten vermijden of ze winnen. Maar nu, tot nu toe gebeurt er geen van beiden. Labiat maakt de eerste overtreding op de toren. Dolberg. Dat is goed gedaan. Meres. Hier geven. Dan zie je. Jonas heeft gewezen, maar niet daarheen. Misschien dan toch een beetje simpeler in eerste instantie spelen. Als het allemaal nog niet zo soepel loopt. Labiat.
het ziet er niet uit alsof Ajax overloopt van ideeën op dit moment. Utrecht zet Ajax simpel vast. Ajax dat dan toch probeert om daar van achteruit door te voetballen. Via Neres en Ziyech ook een heel eind komt. Ziyech richting Dolberg en De Jong. Of valt dat daar precies tussen? Ziyech. Jongens van de Marel maakt over 2. Paas van Schöne onderschept. 5 minuten bezig in de tweede helft en het beeld is niet veel anders dan in de eerste 45 minuten. Ajax heeft nog altijd niet het recept om Utrecht de wil op te leggen. Actie kan helpen. Dat was goed gedaan van Weber. En er staat Younes buiten spel. En is die moeite vergeef. Scoren van Younes die zicht heeft. Jansen toch vaak de duels, voor zover ze er al zijn, haalt de bal nu simpelweg. Ayoub, Manuelsen aan de linkerkant. Voor de goal zijn er 3 van Utrecht. Waaronder Kerk, Onana. Een geweldige aanval van Utrecht. Dat dan Hens maakt. Vrij trap snel genomen. Dolberg in een situatie waarin hij wel eens weet te scoren. Younes moet het dan doen en die doet dat. Zoals in het geval van Younes te doen gebruikelijk ook niet. Onana redt. Geweldige aanval van Utrecht. Een mooie reflex. En dan Dolberg die wel eens alleen doorpleegt te gaan in zo'n situatie. En dan weet te scoren. Laat het aan Younes. Maar die scoort bijna nooit. Niet dat Dolberg het daar niet goed deed. Younes moet daar scoren. Zoals Kerk dat een halve minuut daarvoor aan de andere kant ook had kunnen doen. Spectaculairste minuut van de wedstrijd. De bal geduwd door Kleiber. En dus de vrije trap voor Ajax. Schöne. En dat levert Dolberg een kans op om de bal binnen te pikken. Maar hij raakt de bal niet.
Wissiech die daar vroeg stoort. Schöne komt dan helpen. Die er niet bij kan naar het goede jagen van Zier. Een beetje de hand. Schöne wil van alles van Kuiper. Maar moet terug. Kuiper zullen het allemaal maar niks. Dus is Utrecht hier aan de rechterkant met Kerk, wilde ik zeggen, maar daar ligt dan de lichtvoer. De jongens. Houdt erin gooien al. Strieder zat ertussen. Labiat niet. Lewin. Weer Lewin, krijgt het terug van de Marel. Ajax probeert wat meer druk te zetten. De Ligt. Joris. Daar is toch weer achteruit gedwongen. Wil Onana nog altijd het liefst van achteruit opbouwen. En dat lukt. Hier aan de linkerkant is Younes vrij. Vrij gespeeld door Zier. Younes. Viergever. Voorzet op achter de Jong. Die kan hem nog wel een beetje terugleggen op Younes, maar ook niet meer dan dat. Daar waar precisiewerk wordt verwacht. Waar dat nodig is, waar Ajax het afweten daar rondom de 16. Dan kan Utrecht weer komen. Het is buitenspel. Is een beetje ook. Daar ligt Dolberg. Dat is niet uit Wilde. Maar ja, Jansen met al geel op zak. Vervolgens is Ziyech te gehaast met het nemen van de vrije trap. Als je dit een overtreding vindt, en dat is het dus van Jansen, volgens Kuipers, want hij fluit ervoor, dan is het bepaald niet op het spelen van de bal. Die is ver weg. En dus spaart Kuipers Jansen. Younes. Younes van de bal gelopen. Maar daar is Dolberg. Daar is ook Schöne. En daar probeert Simeon weer overeind te komen. Simeon die hier in de botsing met Amare Welson pijn oploopt. Laatste wedstrijd van Ubi Amare Welson in 2010 voor Ajax. Eindelijk in een gelijk spel en toen klopt Simeon als invaller en zo. De Ligt. Troeft dan Labiat af. Ziyech
ingezet door Kluivert. Van een streek. Dat is goed ingestapt door Veldman, die de bal daarna ook een keer tegen het hoofd krijgt. Uur gespeeld in de arena tussen Ajax en Utrecht. Het is een gevecht. Hier symboliseert. Utrecht heeft zich in de tegenstander vastgevoetbald. En Ajax slaagt er niet altijd in. Meestal niet in om de duels te ontwijken. Is wel feller dan voor de rust. Maar dat moest ook wel. Ziyech. Met de te nemen vrije trap. Waarvoor De Ligt en Weuber zich ook gemeld hebben daar op de rand van de 16. En Dolberg. Is kijk naar Kuipers. Maar die vindt in dit soort situaties meestal niks. Jansen heeft pijn. Kijken naar Dolberg en Jansen. Waarbij Jansen nog het meest onderliggende lijkt. Er moet bij komen. Dubbele wissel. De Jong, Zinkgraven en Frenkie de Jong. En Deli Zinkgraven. Balverlies was van Neres. En deze gaat bijna over Onana, hè? Voorzitter van de Urbio, Emmanuel Wessel. Vrije trap weer snel genomen. Vier geven. Jansen. Die dat in de smies had. Tijd voor de wissel bij Ajax. De dubbele wissel dus. Schöne eruit. Frenkie de Jong. Vorig seizoen in Utrecht. De man van de geweldige trek. En Weber is de andere wissel. Er komt Zinkgraven dus. Viergever gaat centraal spelen. Zinkgraven hier aan de linkerkant. Kijken of deze omzettingen het probleem voor Ajax kunnen oplossen. Het probleem Utrecht. Zo niet. Kerk. Weer van de streek mee. Daarachter is ook Labiat. Zet de licht hier op uit. Van der Waal. Weghaalt De Ligt. Nog een keer van de Waal. Via de Jong, nu weer Zinkgraaf. Frenkie de Jong is het. Younes, Zinkgraaf. Dat is op tijd
geven, maar Younes wordt dan keurig rustig verdedigd. Oostende. Frenkie nu. Neres. Onana. 20 minuten gespeeld in de tweede helft waarin Ajax had kunnen scoren via Younes. Schuin ze heeft moeten scoren. Aangeven van Dolberg. Maar die aanval daarvoor was van Utrecht. Die was mooi met Emanuelsson. Emanuelsson op Kerk. De redding van Onana. Dan moeten we het qua spectaculaire momenten mee doen. Tot nu toe. Ajax zoekt. En Utrecht verdedigt geconcentreerd en bekwaam. En blijft loeren op de eigen kansen. Younes is gestart. Ziyech. De paasje er tussendoor. En Younes die wat laat vertrekt. Op het moment dat Simeon daartoe uitnodigt. Kleiberg er tussen kwam. De fans zetten aan. In de hoop dat Ajax daar ook mee een tempootje hoger kan. Paas van Neres was slordig. Van der Streek, Kerk. 1 tegen 1 met 4 geven. Die loopt dat keurig dicht. Dolberg gezocht. Dan zie je echt die in de diepte probeert de Younes te bereiken. Die de bal daar terug wilde geven aan Frenkie de Jong. Maar dat mislukte. Neres intussen. Paargeven van Velp. Neres aan de linkerkant. Younes. Die nu aangespeeld wordt door Ziyech. Dan moet die bal eerst naar de rechter. En is daarachter nog Lewin. Voordat de Jong iets kan doen. Zien. Maar het enthousiasme van de toeschouwers ligt het niet. Zie je. De hoekschop nemen. En. Doet dat. Twee keer gewisseld, zou nog Huntelaar kunnen brengen.
Ziyech, afgetroefd. Afgetroefd door Kleiber, die combineert met Kerk. Die hier de ruimte vindt bij Ayoub. En zo mogelijk nog meer ruimte voor Emmanuelsson. Emmanuelsson die nog een keer de bal mag geven. En die bal komt op de binnenkant. Paal, er komt nog Kerk bij. Hij is ontsnapt aan de achterstand. Niet voor het eerst vanmiddag. Emmanuelsson. Bal daar achterwaarts. Keurig gekopt door Labiat. En waar Ayers moeizaam zoekt, steekt Utrecht hier weer stevig. 8 gekopt, een beetje zo schuin door Labiat. Tussen Strieder neergelegd door Viergever, heeft u gezien, gele kaart van hem. Donny van der Beek is de man die zich warm loopt bij Ajax. Wat was hij dichtbij, Labiat? Bij zijn tweede treffer van vanmiddag. Geen muur, dus zicht voor Onana. En dat pakt daar goed uit. Doorgelopen is Ziyech, maar die vergeet de bal. Kerk. Kerk met de wijkende viergever. Krijgt steun. Maar Kerk krijgt de bal toch nog een heel eind. En waar Ajax dan in het eerste gedeelte van de tweede helft moeizaam op zoek is gegaan naar de voorsprong. Is Utrecht daar toch 2 dichtbij geweest, heel dichtbij. En Ajax maar 1. Daar was Van der Marel ook. Het is Jansen die komt. Van der Marel die de beweging nog wel maakt. Zie je. De Jong. Neres. Zie je. Gaat veel mis bij Zie je. Je kunt niet zeggen dat hij. De kantjes ervan aflopen bepaalt niet. Maar er mislukt veel. Ziegraven. Younes. Ziegraven. Oh, daar mist Lewin en daar rekent dan de Jong niet op. En Lewin kan er wel om lachen, voor opluchting. En de Jong als de boer met kiespijn. Want deze paas komt er. En dan had de Jong daar blijkbaar niet op gerekend. Geen Huntelaar dus vanmiddag, maar Donny van der Beek. Als laatste wissel. Dat is Hens. De Ligt tegen Ayoub op.
verslaggevers hier. Zinkgraven. Zinkgraven Dolberg. Zinkgraven doorgelopen. Younes. Younes. Maar nu. Frenkie de Jong. Veldman tegengehouden. Opgevangen door Labiat. Die ook een risicootje neemt met zijn kaart. Statistieken gehoord in de rust. 46 vrije trappen. En de laatste raak was op 2 april 2016. Toch zie je echt weer achter de bal. Want je weet maar niet. En je weet inderdaad maar niet. Deze was zo slecht niet. Jens had er wel het oog in. Siem de Jong eraf. Een kwartier voor tijd. En Siem de Jong vertraagt de pas. Expres omdat Frenkie de Jong zijn veter stond vast te maken. Dat was dus niet omdat hij niet wilde gewisseld worden. Het was gewoon omdat hij oog had voor Frenkie de Jong. Die hier weer door kan. Geven. Goed, op tijd gegeven. Younes zou de bal ook eens een keer met links voor kunnen geven. Jansen met het hoofd. Zorgt ervoor dat Jensen niet in actie hoeft te komen. Het is wel een hoekschop. Ajax zet nog eens aan. Het was een veelbelovend begin van het schot van Younes. Het werd vroeg gesmoord. Zie je echt met de hoekschop. Bal die daar blijft hangen. Maar uiteindelijk door de Strieder wordt weggerost. Die dat hier nog een keer doet. Van terugkwam. Zinkgraven door op Ziyech. Ziyech boos. De boosheid zal ook bij zichzelf zitten. Van Strieder. Voordeel, Dolberg. Ziyech.
van de Beek. Maar geen Ajax ziet die in schietpositie komt. Schiet of koppositie komen om daarmee Jensen lastig te vallen. Dat lukt Ajax niet. Eén keer na rust. Younes. En die had toen moeten scoren. Een compliment voor Utrecht. Vastgepakt door Strieder. Het is niet de eerste keer dat hij dat doet. Levert eigenlijk een vrije trap op van Ziyech. Dat is niet onaardig en die bal blijft daar liggen. Hij kan niet door viergever worden verwerkt. Younes. Bij Kluiber. De Kuipers vindt het genoeg zo. Daartoe ook wellicht een beetje aangemoedigd door het publiek. En als Kluiber het dan overlaat aan een ander, speelt hij wel met vuur en poken. Maar goed. Jansen kopt de bal daardoor. Younes. Kluiber. Makkelijk om Younes heen. Daar is Utrecht. Utrecht dat natuurlijk ook die wedstrijd zomaar kan winnen. En daartoe hier een flinke voorsprong neemt. Ook in de tweede helft heeft Utrecht de beste kans. Ajax had er 1, Utrecht had er 3. Dit is de derde. Kluiber. En het is weer Labiat. Bal in de verre hoek schiet. Nog 5 minuten. Maar het heeft ook een erg goede tegenstander tegenover zich. Waar het maar geen raad mee weet. Kerk. En 4G. Thank you.
Doet nog een heel eind. Van der Beek. Kluiber gaat eruit bij Utrecht. Droepé komt in zijn plaats. Uit. De licht is continu voorin. Zie je met de hoekschop. Zien gaan. En een doeltrap. Matthew Willock. Hij gaat de plaats innemen van Kerk. En die wordt nu al door Kuipers verteld dat hij... tamelijke haast aan de zijkant moet. Kunnen worden, want Ajax is daar met veel mensen bovenkant lat geschoten door Zier. Dat is van heel lang geleden in deze wedstrijd dat Ajax zo gevaarlijk is als hier. Neres geeft aan, Zier, Jensen is aan de grond genageld, maar bal daalt net niet snel genoeg. En daar heeft Ajax dan pech. Zinggraven opzij. Emmanuelsson. De laatste minuut loopt. Kijken wat Kuipers bijtrekt. Schat een minuut of vier in. Gezien de wissels en de vermanende woorden. Zie je. Younes wilde de bal teruggeven aan Zinggraven en maakt daarna de overtreding. Niet in actie vandaag. Huntelaar. Sombere gezichten bij Ajax. Het is een duur puntverlies, maar komt niet uit de lucht vallen als je de wedstrijd ziet. Utrecht de beste kansen.
Ajax met een tactisch probleem opgezadeld wat ze niet hebben weten op te lossen. En ja, bij 1-1 had Ajax op voorsprong kunnen komen via Younes, maar dat ook al eerder achter kunnen komen. Boekerk. En Labiat die op de binnenkant van de paal komt. Labiat die dan twee keer scoort. Voor 2-1 voor Utrecht zo. Er is nog tijd. Sinkgraven, dat is Hens. Dat is Hens Kuipers. Vindt van niet. Nou ja, ik kan onmogelijk ontkennen dat het een hensbal is, maar zal het een natuurlijke beweging hebben gevonden. Nou, maakt wel een beweging met die arm. Er zijn er die hem dan wel op de stip hebben. De extra tijd erop. Ziyech. Die legt hem daar aardig neer. Op het moment dat hij dan maar binnen de 16e de bal een kansrijke positie heeft via Neres in dit geval, gaat hij weg. Terug naar het eigen doel. En dan verdient Ajax uiteindelijk een vrije trap. Dan heeft het grote haast uiteraard. Nog maar een dikke minuut. En hoe word je gevaarlijk vanuit die ballen van achteruit? Dat is Ajax nog niet of nauwelijks gelukt in de tweede helft. Maar nu is er weinig ruimte voor iets anders. Ziyech. Maar snel gegeven. De Ligt met het hoofd en Jensen met één vuist. Dan wordt het een hoekschop. Daar gaat Onana mee. In de wetenschap dat het zo'n beetje de laatste mogelijkheid voor Ajax is. Is Onana daar nu ook binnen in de 16? En kan hij ook koppen? Nee, dat wordt verhinderd door Jansen. Maar Onana kan wel schieten, maar dat doet hij wel een meter naast. Hij heeft zich in ieder geval ook getoond daar in de 16. Maar het levert Ajax niks op. Zoals deze hele middag Ajax niks oplevert, behalve een flinke kater. Waarmee het dan het internationale reces ingaat. Een grote complimenten voor FC Utrecht. Dat het tactisch zo speelde als Ten Hag het wenste. Ten Hag die vooraf zei, daar achter bij Ajax liggen de ruimtes. Daar kunnen we Ajax pijn doen. En zo is het gebeurd. Het levert Utrecht winst op. En dat is niet onverdiend. Had ook de beste kansen. Labiat twee keer gescoord, maar ook nog een keer op de paal gekopt. Kerk ook nog een grote kans gehad. En Ajax eigenlijk de grootste kans voor Younes na rust. En de schot van Ziyech. Dat op de bovenkant van de lat terecht kwam. Grote teleurstelling voor Ajax. Grote vreugde bij Utrecht. En terecht, want het wint en het is niet onverdiend. Met de 2-1 hier in de Arena.